Dordrecht degradeert en speelt als laatste wedstrijd dit seizoen in de Eredivisie tegen Ajax. Is er nog een keer? En weer winst, individueel. El Ghazi nu wel, winnaar in de lucht, maar naast. Wat opvalt in de beginfase is de gretigheid van Dordrecht die het duel zoekt. El Ghazi, kies naar komt. Daar is het goede werk van Courto. Courto bij tijds eruit. Courto is voor, Touré was daar nog. Hier is Courto naar. Dat is dan weer, ja, er zit meer kans in dan dat hij laat zien op zo'n moment. Want ook Van Haren staat vrij op de penalty stip. Overtreding, ja, Peersman. Hier nog eens een keertje. Fortes, ja, die neemt niet de tijd. En is ook niet op de hoogte van het feit dat er verderop in de strafschopgebied een betere positie was voor Van Haren. Van der Hoorn. Momentje Ajax. In ieder geval een rafijne trap van Sinkraan. Ja, er staat nog maar niks in hier bij Ajax. Niks op om terug te grijpen. Dat klopt wel zo'n beetje. El Ghazi. Hier de tegenvaller voor Dordrecht? Nee, kon niet. Kort achterin. Ja, hier. Dan een weggevertje eigenlijk meer voor Courto. Pauzes. Het is verder. De 7, ja, de 7 voor de Heijven. Wat is een endweg? Iets dan zegt, kom maar. Nou, daar is hij. Daar is hij niet. Want daar is Courto. Courto, die tot twee keer aan toe in Nederland gedegradeerd is. En dan toch moet toestaan dat er hier gescoord wordt door Fischer. Met El Ghazi die Kiesnaar ziet staan. Dan is dat Fischer. Courto gaat op avontuur. En er zijn er wel twee mensen daar. En Kiesnaar onttrekt zich verder aan de partij. Dus het wordt een treffer van Fischer. Oosters. Eerstman. Van Haren. Van Haren. Van Haren. Ja. Beste aanval. Van SC Dordrecht. Hier in de 64e minuut. Hij komt ver. En Boer komt goed zijn doel aan. Wel een kopbal. Mag hij treffen. Touré. Van Haren. Nou, nu dan. Kort tip. Ja, dat zou je altijd zien, ook nog ver. Aardig paasje, leuke kans, en pech. En overheen. Schrijver. Die pakken we mee te nemen. En overheen, nu wel, Schrijver. Ja, wat doet hij aardig. Want hij neemt de bal even mee. En trapt dan daar waar Boer even de verwachting heeft dat hij die andere kant op gaat. En dus op het verkeerde been staat. 1-1. Goeie jas. Ja, dat is een goede onderbreking. Penalty. 1, geen penalty, weer buiten. Tette die daar ineens goed ver kwam, een versnelling had, een leuke beweging onderweg. En dit is een overtreding
De overtreding van Haddad. Milik. Corner. Hebben we daar nog wat aan? En wat dan? Van Haren. Ja, Van Haren! Toch! Nou ja, iedereen gunt dat toch wel. SC Dordrecht, nou niet iedereen misschien, maar... Iedereen die een beetje sympathie heeft voor het spel van Dordrecht dit seizoen... zal tevreden zijn met dit schot en deze treffer en deze stand. Ajax verliest hier van de degradant. En dat blijft bijzonder.